Jongens, ik zit voor het eerst bij Donna in de auto. Ja. We gaan naar de laatste levende beelden van Isabel. Ja, hierna. Oh, mijn ogen. Ik zie er gewoon echt nog steeds niet uit. We gaan nu lekker naar Piece of Cake voor verjaardag. Het is helemaal niet. Oh ja, het is 19. En dan gaan we lekker lunchen. Hoe gaat dit nou? Ik ben weer thuis. Iedereen heeft bijna nu vakantie. Maar ik heb gewoon. Tenminste, we hebben deze week een productieweek. Dus dan kan je zelf met je groepje inplannen. Wij hadden vandaag de studio gehuurd. Dus ik was vandaag met mijn projectgroepje in de studio. En net thuis heb ik even geëdit. En nu ben ik eventjes. Ja, wat ben ik aan het doen? Beetje aan het chillen eigenlijk. Ik wilde zeggen aan school, maar dat ben ik helemaal niet. Dadelijk komen Dionne en Nienke hier eten gezellig. En dan komen ze naar het huis kijken. Dus dat is heel chill. Misschien dat ik nog even snel die kast indeel. Maar ik moet, ja. Ik ben maar zo'n autist, want ik wil dan alles gelijk weer schoonmaken. Want mijn make-upjes zijn van de buitenkant een beetje vies. En die wil ik dan lekker schoon in het laadje leggen. En dan ga ik denk ik nu niet meer redden. Deze spiegel heb ik toch even geruild. Aangezien het een witte moest zijn en mijn moeder had ongelukkig zwart meegenomen. Deze is dus wel smaller, want ze hadden die andere niet in het wit. Maar ik vind hem alsnog heel mooi. Hij staat nu nog even op mijn doos, maar hij wordt wel hier opgehangen. En ik denk dus dat ik even die laatste twee dozen ga uitpakken en hierin ga doen. Ik heb het nu even zo. Als ik er zin in heb. Je gezicht er plat tegenaan. Grapje. Hallo, mijn die staat erop. Die staat erop. Nou, de vroege beurt, de early birds zijn lekker bij de sportschool. Ja, yeah, let's go. Dionne was hier. Blijven slapen, heel gezellig. Die meiden kwamen hier gisteren eten en naar het huis kijken. En toen vanmorgen vroeg zijn we echt heel vroeg gaan sporten. Toen heb ik haar thuis afgezet. En nu ben ik bezig met school. En net kwamen ze gordijnen opmeten ook van Quantum. En ik heb dus net zelf mijn haar geknipt. Ik doe dat wel vaker. Ja, dus best goed gelukt. Het was best wel gegroeid eindelijk, maar mijn haar wordt dan altijd dunner aan de onderkant, dus ik moest even een stukje af gewoon. Dus ik had het even zelf geknipt en gefeund. Dat heb ik gedaan en nu is het weer wat voller. En vanavond moet ik werken om 5 uur tot sluit, dus. Hallo guys, ik heb al een paar dagjes niet gefilmd. Dat komt omdat ik gewoon even wat minder in mijn vel zit. Ik ben elke keer niet echt lekker. Ik was een beetje druk met van alles. Maar goed, ik dacht ik ga weer even filmen. Mijn wimpers zijn dus echt ziek lang ineens. Dat komt omdat ik een nieuwe wimperkruller heb. Sinds vandaag. Die heb ik vanochtend even snel gehaald. Ik had echt een hele oude wimperkruller. Die eigenlijk al een soort van half kapot was. En nu heb ik een nieuwe gehaald. En komen eindelijk mijn wimpers op mijn recht. Maar goed. But I'm back, bitches. Ik heb vandaag gewerkt. Ik stond heel de dag alleen, want Elise moest naar huis omdat het zo rustig was. En nu moet ik ook voor mij en mijn vader HelloFresh gaan we maken. Een heel lekker recept die we toevallig van de week hadden nagemaakt. Maar we hadden niet gekeken wat de nieuwe box werd. En nu zat hij dus weer in de box. Deze is echt heel lekker. Dus die ga ik nu maken. Ik kom mijn vader dadelijk uit zijn werk. Mijn moeder is een weekendje weg. En dan komt Fabienne gezellig langs vanavond. Omdat ik dus niet elke keer een beetje. Ik was ook maar niet echt ziek, maar ik ben ook iemand die niet voor een verkoudheid of hoofdpijn thuis blijft. Dus dan was ik zeg maar weer. Hoe heet het? Gewoon weer doorgegaan en zo. En toen ging ik weer even proberen te sporten. Ik merkte gewoon dat mijn lichaam echt zei: van nee, doe maar niet. Elke keer in de sportschool had ik zo geen kracht en energie en dan voel ik me daarna nog slechter. Dus ik had het sport een beetje losgelaten. Maar nu sinds 3 dagen heb ik het weer opgepakt. Echt gelijk weer 3 dagen achter elkaar. Dat is ook echt weer wat voor mij. Of ik ga bijna elke dag of ik ga gewoon niet. Maar goed, ik was vanochtend even geweest. Gisteravond geweest. En ik was woensdagochtend met de jongen geweest. En ik merk dat ik daardoor ook weer mentaal lekkerder in mijn vel ga zitten. Dus dat helpt mij altijd heel erg. Maar laat me het niet hebben over de spierpijn die ik nu heb. Want oh my god, ik ga echt dood. Tenminste vandaag, omdat ik zeg maar, ik ging vanochtend sporten. Het was tweede dag billen benen. Tweede dag spierpijn, want ik had woensdag billen benen gedaan.
ik dacht echt, wat doe ik? Maar toen heb ik even een beetje cardio gedaan en dan loop je het er dus uit. Dus ik heb het er letterlijk een beetje uitgelopen. Dus nu valt het wel mee, maar vanochtend toen ik wakker werd, kon gewoon bijna niet opstaan. Maar ik was helemaal vergeten te vertellen, zondag ga ik dus naar Verknipt, want het is natuurlijk deze week ADE. En eerst baalde ik een beetje dat ik niet twee dingen had gepland. Ik krijg altijd echt super erge FOMO, want iedereen is natuurlijk overal. En ja, eerst baalde ik daar dus van. En nu ik nog steeds niet helemaal 100% fit ben, vind ik het wel beter. Want ja, anders ga ik het echt niet overleven. Dus zondag ga ik naar Verknipt toe. De hard closing, ik heb er echt mega veel zin in. Dus dan zou ik ook wel wat filmen. Ik ga nu echt dit keer proberen ook daar te filmen. Dat is wel leuk, als ik eraan denk. Ik heb gewoon heel erg, als ik met mensen ben, dan is het juist leuk om te filmen. Maar omdat ik dan gewoon heel erg in het moment ben en probeer met die mensen gewoon gezellig te hebben, vergeet ik te filmen. Dus dan altijd zeggen vriendinnen of vrienden van mij van, moet je niet vloggen? En dan denk ik, oh ja, ik vlog ook. Maar dan ben ik gewoon zo erg in het moment. Dus ja, ik zal erop proberen te letten. En ik vind het ook wel moeilijk, omdat sommige mensen vinden het juist heel erg leuk om in de vlog te komen. Sommigen juist niet. En ik weet gewoon niet zo goed wie het wel. Niet, tenminste, van sommigen weet ik natuurlijk wel. Maar ik wil niet mensen de hele tijd filmen of zo, als ze dat niet willen. En omdat ik dus gewoon echt niet lekker was, elke keer een beetje aan het kwakkelen was. En daardoor, ik zat sowieso ook niet zo heel lekker in mijn vel. Ik moet gewoon weer heel erg wennen dat we verhuisd zijn. Ik heb gewoon heel erg moeite met overgangen. Dus ik moet gewoon echt even heel erg wennen hier. Ben wel heel blij. Ook weer niet, ook weer wel. Dus ik probeer heel erg positief ervan in te zien. Maar ik vind het wel gewoon nog heel erg wennen en moeilijk. Omdat ik nu wel verder weg woon. Maar goed. Het is super leuk dat mijn vriendinnen komen allemaal nu een beetje langs. Dus dat is wel heel leuk. Nou, we hebben het bankje opgehaald. Hij staat eindelijk de goede kant. Kan je zo lekker tv kijken. En hij staat zo leuk bij die lampen ook. Nu nog een stoel en tafeltjes. En dan is dit hoekje ook klaar. Ik ben helemaal ready. Ik ga vandaag naar Verknipt. Oh my god. En ik had echt zoveel twijfels over mijn outfit. Maar fuck it, we gaan het gewoon doen. Dit is mijn outfit. Echt fucking leuk. Deze body is van Elise. Mijn broek is van Dionne. Echt erg. En ik zit van mezelf. Ja, mijn tasje. Nou, helemaal leuk. Last minute gaat Sam ook mee. Vriendje van mijn werk, super gezellig. Dus die gaan we nu ophalen. Mijn vader en ik. Dan rijdt hij ons naar de taxi. Dan daar zijn Jill, Yannick, Rowan, Thomas, Daan en Sydney. En dan gaan we lekker naar Verknipt. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar ik heb er ook heel veel zin in. Dus dat komt helemaal goed. Het wordt wel lekker beuken. Maar ja, love it. Fix this out.